Namens HAVEP nemen wij in januari deel aan de Week van de Circulaire Economie. HAVEP is een heel oud familiebedrijf. We staan 152 jaar, vijfde generatie. En juist daarom is het voor ons ook zo belangrijk om te denken aan een duurzame toekomst. Om voor de komende generaties de wereld en het bedrijf ook nog mee te geven. Omdat wij werkkleding maken, zitten we niet in de meest duurzame industrie. Per definitie is de textielindustrie een belastende industrie. Dus vinden wij het heel belangrijk om een steentje te gaan bijdragen om ook die industrie duurzamer en circulair te krijgen. We hebben voor onszelf als HAVEP als doel gesteld om in 2025 al onze producten voor 90% circulair te hebben. Hoe we dat doen is alleen nog maar circulaire producten op de markt brengen vanaf nu en onze huidige assortiment weer verduurzamen tot circulaire producten. En waarom moeten andere mensen meedoen? Ja, dat is eigenlijk heel makkelijk. We kunnen het gewoon niet alleen. We hebben heel de keten nodig. Hoe meer mensen hier aan meewerken, hoe sneller we het kunnen realiseren. En hoe meer mogelijkheden er ook zijn. En zo kunnen we ook onze producten, onze diensten steeds aantrekkelijker en commercieel maken. Zodat ze ook straks voor iedereen bereikbaar zijn. Dus bij deze sluit je aan bij de Week van de Circulaire Economie en doe mee. En misschien ontmoeten we elkaar daar.